Dag dames en heren, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Het Beste van Van Duin. Ik heb de koffer nu al bij me met de leuke André Van Duin, de gadget, zal maar zeggen, het pretpakket. Dat ga ik nu al geven aan een bekende presentator, u kent hem allemaal, Bert van Leven van het familiediner. Hij wacht hier in het restaurant op mij, want hij zit altijd vele restaurants natuurlijk. Hè. Dan moet hier ergens, ik had hier met hem af, achter zie ik hem al zitten. Ja. Meneer Van Leven. Ah, meneer Leijbeet. Geweldig. Geweldig om u een keer in het echt te zien natuurlijk. Ik bied het maar gelijk aan, het André van Duin pretpakket. Ik ken het, ja. Want u bent een echte Van Duin-fan ook, heb ik begrepen, zeker, toch? Hè? Zeker. Daarom hebben wij u ook gevraagd. Dus we hebben hier de paard voor in de gang, we hebben hier... Samenballen, gaan naar batterijen. Er zitten nieuwe batterijtjes in. Dat hoort nog bij de sticker voor thuis, voor op de deur. Oh, dank u. Dank u. Dan weten ze dat we bij u geweest zijn. Dan vragen ze misschien, is het echt geweest? En dan kunnen ze zeggen, ja, kijk maar op de deur. Dank u, dank u. Dank graag gedaan. Hoe is het met u? Met mij heel goed, want we gaan heel goed met het programma. Maar u gaat eigenlijk nog beter, dacht ik. We gaan fijn, ja. Het familiediner. Ja. Ja, kijk ontzettend graag naar. Het is heel leuk om naar te kijken. Die dingen die allemaal gebeuren. Met die mensen die ja, meestal gaat het om niks. Nee, het gaat soms om hele kleine dingetjes, maar mensen misverstanden. Ja, vaak wel, ja. Onbegrijpelijk. Ja, ik heb zelf ook een broer, die heb ik ook al jaren niet gezien, maar goed, dat is alweer wat anders. Is dat nou niet iets om eraan te doen? Nou, maar daar is het gaat dit programma... Het is nooit te laat, meneer Wijnbeens. Nee, dat weet ik wel, maar... Hoe lang hebben jullie je broer niet gezien? 25 jaar. Zou je hem nog willen zien? Ja. Natuurlijk wel. Het is familie natuurlijk, je wil wel zien... Zullen we het gewoon eens proberen? Hoe hij eruit ziet. Dit zou een hele mooie dag kunnen zijn. Ja, want we zijn Hoe heet uw broer? Jan. Jan? Ja, heet ook Jan, net als ik. Dus we zijn een eigen tweeling. Het heet Jan en Jan. Ja, Jan 1 en Jan 2. Anders hou je niet aan elkaar natuurlijk. Maar dat vind ik verschrikkelijk. Ja, mijn familiediner bloed kookt nu. Oh. Ik zou er iets aan willen doen. Nou, dat hoeft echt niet. Dus meneer Wijnbeens, ik denk dat ik het ga doen. Wat gaat u doen? Ik ga uw broer zoeken. En ik hoop zo dat het een hele mooie dag voor u gaat worden. Zullen we het gewoon doen? Meneer, dat hoeft echt niet tegen te houden. Meneer Wijnbeens, ja? Ik heb nieuws. Heb u nieuws? Ja. Ik weet niet of het goed nieuws is, maar het goede nieuws op zich is dat ik hem wel gesproken heb. Wie? Uw broer. Ben u bij mijn broer geweest? Het is ongelooflijk. Het is niet waar. Ja, het is als twee druppels water. Dus dat u hebt hem gesproken? Dat is, ja, ik heb hem gesproken. Oh. Ik weet niet of het goed nieuws is, maar ik denk dat we misschien even kunnen kijken naar wat hij zegt. Kunnen we hem zien? Ja, er is een hoop gebeurd. Waar dat is begrijp hem? Ik wel. Kijkt u even mee. Als het goed is, moet broer Jan hier ergens aan het werk zijn. Ik heb een prachtig symbolisch cadeau. En nou, we hopen dat ik hem herken. Ja, die gaan per 42 stuks. Dit is een kan niet missen. Meneer Wijnbeens? Is dat hem? Bert van Leeuwen van jullie. Is hij oud geworden, hè? Trek even stoel. Nee. Jij kent hem maar niet. Ja, precies. Oh, wacht even. Dit is een cadeau. Wat is een cadeau? Nee. Kijk maar goed. Nee. Ja. Ja? Maar het heeft een symbolische betekenis. Een ei? Ja? Denk eens goed na. Ik heb geen nooit iets met een ei doen. Eén ei. Ja, is één ei. Bak ei. Eén eier. Oh, ik snap hem al. Oh, hij komt binnen. Ja, nee, dat gaat over mijn broer. Precies. Juist, ja. Daar doe ik niet aan mee. Er is een hoop gebeurd. Ja, er is te veel gebeurd. Ik heb liever de camera geen Maar even eerst dit. Jullie zien elkaar niet? Nee, wij zien elkaar. Ja, 25 jaar spreken wij niet met elkaar. Ik met mijn broer. Dus hij is één eier, maar wij spreken niet met elkaar. Hoe was het vroeger? Dat is... Wijnbeens inflatable. Ja, die zijn oplaasbaar, ja. Excuus, meneer Wijnbeens, hoe was het vroeger tussen jullie? Het lag aan hem. Het lag aan hem. Kijk, ik ben meegaand. Dat ziet u zelf ook. En trouwens, de juffrouw van het kantoor zegt, ik ben heel meegaand. Ik ga met iedereen mee. Maar er is iets misgegaan. Ja, omdat, kijk, ik maakte dan, zei ik, als grap. Niet maar, het is één ei. Ik kan toch grap maken met je broer. Kan je zeggen, hey, bal gehakt, weet je. Dat zei je. Dat zei hij. En dan zei hij, als grap. Ja. Hey, bal gehakt, weet je. Dat is me niet kwaad. Hey, bal gehakt. En dan ging hij, en dan zei hij, werd hij vuil, bloed onder zijn halve kip. Dat zei hij. Ja, ik zei balgehak. En hij zei, hé, halve kip. Nou, dat komt hard aan. Ja? Balgehak kan niet, hé, balgehak. En ik tegen u ook zeggen, hé, balgehak. Dat kan leuk zijn. Dat kan leuk zijn. Halve kip. Halve kip, dat grijpt in natuurlijk. En wie heeft het contact verbroken? Het is gelijktijdig verbroken. Het is op één moment geen contact meer. Helemaal niet meer. Nee, bruiloft, trouwrijen. Niks meer. Begrafenis, je ziet elkaar niet meer. Nee, ik heb verjaardag ook. Ik weet niet eens wanneer die jaar. We zijn één eier. Ik heb geen idee wanneer die jarig is. Zou je het nog willen? Wat? Je broer weer zien?
Je bent toch een tweeling? Nou, ik doe hier niet mee, hoor. Nee, maar zou je het willen? Even los van dit hele gedoe hier. Daar moet ik... Wij zijn Flatterbolt, zit even te praten. Ja, die zijn opblaasbaar, ja. Sorry, maar dat gaat gewoon door. Maar zou je het willen? Wat ga ik doen? Contact weer met je boer, na al die jaren, elkaar weer eens in de ogen kijken. Niet zo belangrijk zijn. Daar zijn te veel dingen voor gebeurd. Dat daar ben dat, ik te vaak halve kip voor genoemd. Nee. Dus één halve kip te veel, dacht u wel. Op een gegeven moment is de grens bereikt. Als je boer bereid zou zijn, ja, hè? Ja. Ik moet maar gewoon die bal gehakt? Ik heb hem gesproken vandaag. Ja, oh. Mijn broer? En ik heb het gevoel dat hij het graag zou winnen. Tuurlijk. Die hebt spijt. Wij zijn Flatterbol. Ja, die zijn opblaasbaar. Tuurlijk wil hij dat. Die heeft spijt. Dat hij de spijt komt na de maaltijd. Ja, dat is algemeen bekend. Maar daar gaan wij niet aan meedoen. Hè? Maar daar is het niet. Nee, dat is te veel. Nee, te veel van gebeurd. Nee, natuurlijk doe je niet aan mee. Lafaard! Ja, zo moeten we dus niet eindigen. Heb ik hem ook uitgelegd? Ik begrijp het wel, hoor. Ik begrijp het wel, want zo zit hij in elkaar. Zo zit hij in elkaar. Heeft hij gelijk? Wat heeft hij gelijk? Het verhaal van de bal en de halve kip. Ja, nou ja, wat is dat nou als je tegen iemand zegt, halve kip? Dat klinkt toch heel vrolijk? Halve kip, dat heb nog wel iets, maar een bal gehakt om iemand uit te maken voor bal. Bloed, dat kut vet, je hoort het vet eruit krabben. En dat hij en ik gewoon leuk, halve kip. En hij, bal gehakt als kind, verreed. Dat verreed als kind, dat je bent een kind, je weet dit, je beseft niet wat er gebeurt. En toen is inderdaad dat breekpunt gekomen. Op je eigen manier beleefd, hè? Natuurlijk. Dat is zo jammer. Ik heb hem de vraag gesteld. Maar we zien hem niet hoor, die komt niet. Ik heb hem de vraag gesteld. Ja, ik heb gezegd, wil je niet komen? Er is een restaurant. Ja. Ik heb zelfs gezegd, jouw boer... Die komt niet. Vergeet het, die komt niet. Je kent hem beter dan ik. Ja, je hebt hem meteen niet gezien. De limo komt aan. Ach, dus hij komt... zonder uw boer. En ik hoop nog steeds zonder dat hij... Zonder ik ga naar die scène. Blijf nou zitten. Ik hoop terug te komen. Die komt heus niet. Die komt er. Eigenwijs. Laat maar gaan. Meneer Wijnbeens, u bent ingestapt. Geweldig. Ja. Is het goed gegaan onderweg? Ja, ik gleed een stukje vooruit hier en een beetje te hard. Laat me helpen. Ja. Hele toestand toch eruit te komen. Hij lijkt makkelijk, maar hij is toch een stuk op. Kijk, nou. Hey, dank u wel. Je moet iets over hebben voor het goede doel. Ik vind het fantastisch dat u ingestapt bent. Ja. En ook dat u weer uitgestapt bent nu. Ja, het is toch je broer. Ja? Dat was mijn vraag is, wat is de reden dat u bent ingestapt? Nou ja, dat u zei ook van, het is misschien de laatste keer. Het is natuurlijk toch een... Ik had het weer over een nieuw begin vooral. Oh, dat u zei van, het is toch een nieuw begin en een nieuwe kans en... Ja, ik bedoel, van mijn kant, ik had, omdat ik ook zei, balletje ga ik weet je. Nee, maar het halve kip is natuurlijk wat... Misschien moeten we dat later nog eens uitpraten. Nou ja, dat maar ik denk dat we vooral de ontmoeting... Wat heeft u uw broer vooral te zeggen? Dan laat ik van het moment afwachten. Ik laat hem eerst praten, lijkt mij toch. Hij durft hier niet bij te staan, want hij heeft geen vertrouwen. Hij zal de eerste excuses moeten aanbieden. Ja, dat is dus lastig. Excuses is het minste wat je doet. Ja, ik ben blij dat u er bent. Ja. Hij stond hier niet bij, want hij had er geen vertrouwen in. Dus hij zal ook heel blij zijn, denk ik. Even, gaan we binnen. Wat eten we? Ja, dat weet ik wel. Is dat belangrijk? Nou ja, daar kom ik eigenlijk voor natuurlijk. Hè? Oh, maar dat ging voor de ontmoeting. Maar hij zit hier binnen? Hij is binnen, ja. Hij zit hier binnen? Ja. Ik weet toch niet. Is het wel verstandig? Het is goed. Ja, je hebt die A zegt moet ook... Ja, het is toch je broer natuurlijk. Ja, maar het blijft toch een moment. Meneer Wijnbeens? Ja. We gaan er binnen. Beter, hè? Beter. Jan, goed nieuws. Hier is je broer Jan. Kom. Maar die halve kip ook. Ja. Oh, dat is echt. Het is bijzonder. We gaan zitten. Kom. Nou, meneer Wijnbeens en meneer Wijnbeens. Ja. Ja. Ik geef u het eerst het woord. Wat wil je graag tegen je broer zeggen? Nou, ja. Wat wil je zeggen? Ik vind dat het is aan hem. Ik laat het, ik geef het aan hem. Lekker makkelijk. Ja. Niet eens. Ik ben altijd de klos. Altijd tegenover hem. Nee. Altijd moet ik het zeggen. Maar hoort u wat hij zegt? Ja, ik hoor wat hij zegt. Tuurlijk. Tuurlijk. Eindelijk hoor je wat ik zeg. Makkelijk. Maar lees eens even tussen de regels. Ja, ik heb hem door. Ik ken hem langer dan vandaag. Ik weet hoe die in elkaar zit. Ik weet hoe die in elkaar zit. Ik weet ook hoe die in elkaar zit. Je zit hier. Ondertussen zal boven komen.
Nou, daar is het eens al over gekomen. Dit is niet de bedoeling. Nee, maar het is wel het moment. Nee, maar dit is zeker het moment van toename. Tuurlijk. We zijn er nooit zo dicht bij elkaar geweest. Precies. Dank u. Al heel lang niet meer. Daar is het. Wat is de stap die je vandaag naar uw broer hier kunt maken? Dat is afhankelijk van zijn stap. Nee, waarom ik altijd? Waarom ik? Maar, ik ben hier. Maar direct tegen je broer. Ja, hij hoort het. Hij hoort wat ik zeg. Kijk elkaar eens aan. Kijk elkaar eens aan. Nou, niet te lang. Gaat hij nooit doen moeten worden. Ik zei het meteen. Ik ga niet. Ja, we kunnen alles proberen. Gaat hij bij het zien? Allebei? Ja, het is goed. Het is goed. Praat u lekker met hem. Ja? Ja. Ben jij het eens? Wat is de handreiking die je broer kunt doen? En dan gaan we daarna lekker eten. Misschien helpt Nou, ik vind dat het moet... Het moet van hem komen. Ja, maar en vanuit uzelf? Vanzelf zeker niet. Meneer Wijbeens? Ja, nou, ik sluit me bij deze woorden aan. Hoor wat hij zegt. We moeten van hem toch aan het ei. Het is toch mooi, hoor. Het is mooi wat hier gebeurt. Maar moet u luisteren. We kwamen hier, er was mijn familie die nee beloofd. Ik ben blij met wat hier gebeurt. Wat willen jullie eten? Wat wil je eten, meneer Wijbeens? Een halve kal gehakt. Halve kal gehakt. Je bent gewoon een vette bal gehakt. Vieze, vette, vuile bal gehakt. Heer Wijbeens. Goed, mijn balletje. Je hebt al beter een bal gehakt dan een halve kip. U merkt, dames en heren, is een toenadering. Het heeft nog wat tijd nodig, maar ik denk dat het helemaal goed komt tussen deze twee boers. Wat mij betreft, tot de volgende keer. Eens een bal gehakt. Ik hoor het niet. 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 Ik h